Als spreker, de luisteraars daag ik hierbij uit om zelf verbinding te maken met het publiek. Dat kan je doen door ze proactief vragen te stellen. Dus als wetenschapper stel je dan een vraag aan je publiek. En dat klinkt voor heel veel mensen heel gek, want heel vaak wacht je aan het eind van je presentatie op vragen uit het publiek aan jou. Dus we draaien hierbij helemaal de rollen om. Als je eenmaal dat beseft dat dat heel goed werkt, dan ga je het vaker doen. Ben je benieuwd naar de hele podcast? Ga dan naar onze website om hem daar te beluisteren. Dat is www.echtimpact.nu. En als je daar toch bent, kun je ook meteen ons e-book downloaden met tips over hoe je valkuilen kunt voorkomen die veel voorkomen bij wetenschappelijke presentaties. Dus ga naar www.echtimpact.nu en we zien je daar!